Oh, we hebben uh, al scherp getraind. Uh, een breidwillige groep heb ik aangetroffen. Uh, en ook de oefenwedstrijden waren, waren uh, van een redelijk niveau, zodat we toch uh, een goede basis hebben om voor te werken. Een goede terugkomst dan, zou ik zeggen? Ja, terugkomst, ja. Het is altijd leuk. Hè. De vorige passage was, uh, was leuk, het was goed. Uh, en we hopen uh, dat dit seizoen uh, zo goed mogelijk verloopt. Het is natuurlijk nog uh, vroeg, maar. Vele nieuwe mensen die moeten ingepast worden. en dan ja, Spreek me snel over de ambitie van de, van de club. Wow, uh, we gaan het een beetje rustig bekijken. Uh, qua ambitie, uh, van wedstrijd tot wedstrijd. Ik denk dat dat in het begin van het seizoen zeker uh, een, goede, een goede methode is. Dus, uh, de eerste wedstrijd is zeer belangrijk. Hè. Een goede competitie start maken. Uh, het is direct op verplaatsing. Dus dat maakt het uh, nog moeilijker. Hè. De eerste wedstrijd op verplaatsing is, is altijd lastig. Uh, en ja, we gaan geen ambitie uitspreken uh, nu voor de camera. Maar uh, het is evident dat wij uh, zo goed mogelijk willen presteren. Is dit, uh, het warme weer een, een spelbreker in, dit, uh, in deze voorbereiding? Uh, bij ons uh, valt het goed mee. Hè. Uh, terreintjes zijn, uh, ons aanveld en ons, ons oefenveld is, uh, is zeer goed onderhouden. Maar het kan wel uh, zoals morgen, weten we niet uh, op welke veld dat we gaan spelen. Tweede provinciale in de tweede provincialer in de provincie Namen. Dan kunnen we voor, voor andere situaties uh, terechtkomen. De beker, dat was vorig seizoen alvast een mooi avontuur voor, voor dit Temse. Uh, hoe zie je dat? Ja, het is, uh, het is zo. Um als je tweede amateur dan stop je toch al uh, in een beker na twee weken voorbereiding. Zoals bij ons het geval is. Dus dan uh, hebben we toch al conditional iets opgebouwd. Uh, met het voorbereidingsprogramma dat de spelers meegekregen hebben in het tussenseizoen ook. Dus ik, uh, ik hoop ook zo ver mogelijk in een beker uh, te komen.